Val je opponent nooit aan op zijn sterkste punt en wrijf nooit in een vlek. We gaan terug naar de verkiezingsstrijd van 2006. Een verkiezingsstrijd waarin het met name gaat tussen Jan-Peter Balkenende van het CDA en Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. En het eerste verkiezingsdebat is traditiegetrouw het Radio 1 debat. Het is op zich nog niet het meest belangrijke debat, want daar luisteren niet heel veel mensen naar. Het is altijd een beetje een opwarmertje naar de echte televisiedebatten die daarna komen. Maar in dit fragment blijkt eigenlijk dat dat eerste Radio 1 debat eigenlijk het belangrijkste debat is geweest voor die hele verkiezingscampagne. En waarom? Niet zozeer om wat er tijdens het debat gebeurt, maar wat er na afloop van het debat gebeurt. Maar laten we eerst eens kijken naar het korte fragment waarin Jan-Peter Balkenende Wouter Bos iets aanwrijft. Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In de verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer u staat draait, iets wat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Een kort fragmentje. Meneer Bos, u draait en u bent niet eerlijk. Alle mensen die naar het debat keken, viel het eigenlijk niet eens heel erg op. Maar wat deed de Partij van de Arbeid de dag daarna? Die besloot om dit fragmentje te gebruiken voor een frontale aanval op Jan-Peter Balkenende. Dat hij de campagne fatsoenlijker zou moeten gaan voeren. Dat je niet zo met modder op je opponent moet gooien. Maar wat bleek nou? De gemiddelde Nederlander vond Jan-Peter Balkenende misschien wel het vleesgeworden fatsoen in het Nederlandse parlement. Tegen Jan-Peter Balkenende zeggen dat hij niet fatsoenlijk is, is als tegen water zeggen dat het niet nat is. Mensen geloven dat niet. En juist dat ging er mis. De Partij van de Arbeid wreef het CDA iets aan waarvan de kijker dacht, wat doen ze nou? Tegelijkertijd had de kijker wel een beetje onthouden dat citaatje van Wouter Bos, u draait en u bent niet eerlijk. En juist dat vond de kijker wel redelijk geloofwaardig. En het CDA ging de rest van de campagne iedere dag, introduceerde zij de draai van de dag van Wouter Bos. Iedere dag kwam er een nieuw voorbeeld van waar Wouter Bos gedraaid had. Dus wat er feitelijk gebeurde, en dat is de tip, de Partij van de Arbeid viel het CDA aan op juist hun sterktepunt, fatsoen. Doe dat nooit bij je opponent. En ten tweede, als je dan de mist bent ingegaan, ga daar dan niet over doorpraten, ga niet in de vrek wrijven, ga naar een ander onderwerp. Dat is wat je van dit fragment kunt leren. Vond je dit nou een leuk en interessant fragment? En wil je eens even testen wat jouw kennis is over beroemde verkiezingsdebatten? En wil je ook nog veel meer beroemde verkiezingsdebatten zien? Doe dan onze Raad de Debater quiz. De link daar naartoe vind je hieronder. Doe hem snel, zie wat jouw score is. Succes!